Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben inmiddels al heel veel dagen verder, maar ik heb deze vlog nog niet geopend. Omdat ik tijdens het editen van de vorige vlog erachter kwam dat ik veel te veel beelden had. Dus ik had de vlog in twee gesplitst en deze vlog dus niet geopend. Dus jullie gaan nu naar het tweede deel kijken van de Gili vlog. Veel plezier! Goedemiddag. Ik heb mijn vlog nog helemaal niet vandaag geopend. Want Danny was vanmorgen niet zo lekker. Dus we hebben eigenlijk gewoon ontbeten. En toen is Dan nog even terug gaan slapen. En heb ik lekker op Battle of Island gekeken. En Ex on the Beach. Dus we zijn eigenlijk nu pas een beetje up and running. We hebben net heerlijk geluncht bij Coffee and Time heet het. En we hadden gewoon lekker een juice als drinken. En als eten had Dan een broodje met kip en avocado. En ik had een pasta salade. Die was heel erg lekker. En nu staan we nog even bij een heerlijk hotel. Wat er heel luxe uitziet. En die hebben dus een heel zoetigheidsstationnetje. En het ziet er echt amazing uit. Dat hadden we gisteren al gezien. Maar toen zaten we een bommetje vol. En nu hadden we nog wel ruimte. Dus we gaan nog een lekker taartje bestellen hier. En ik hoop dat we dat hier binnen kunnen opeten. Ik zal jullie even laten zien wat ik heb gezien. Kijk even hoe amazing dit eruit ziet. Dit is dus een speculoos taartje. En I love speculoos. Ze hebben hem ook in aardbei. En aan de rechterkant hebben ze hem ook nog met blueberry. Nou, je snapt. Dit moet ik hebben. En aan deze kant hebben ze ook nog allemaal lekkere dingen. Croissantjes en dingen met aardbeien. Echt geweldig. Helemaal heerlijk. Eet smakelijk. Dit is echt geweldig. Dit is gewoon letterlijk puur speculoos. Dit is niet normaal. Ik denk dat ik nog nooit zo'n lekker taartje in mijn leven heb gegeten. Dat zeg ik echt heel vaak. Maar deze is echt lekker. Nou, we zijn bij een tentje om avond te eten. Ik heb nog eventjes gewerkt in de hotelkamer en Dan heeft gewoon weer lekker op bed gelegen. Hij is nog steeds niet helemaal top, dus we doen gewoon rustig aan vandaag. Ik had gereserveerd bij een Jamaicaans tentje op aanrader van Jill, mijn collega bij Sparkling People en mijn vriendinnie ondertussen. Het schijnt hier heel goed te zijn en heel lekker, dus we zijn neergestreken bij Vintage. Casa Vintage Beach. Ik moest even kijken. Het is een heel schattig restaurantje en het is een soort van semi-open. Het is wel open, maar het is gewoon heel rustig. En ja, aan deze kant van het eiland zijn gewoon nog niet zo heel veel mensen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het eten is. En als het eten lekker is, dan zal ik jullie hem zeker aanraden. Want ja, het is natuurlijk ook gewoon zielig voor die mensen dat ze dan zo weinig inkomsten hebben. En ja, het is wel gewoon echt een heel leuk plekje. Dus ik hoop dat het eten lekker gaat zijn. Deze stokjes van het restaurant gehad. Heel erg schattig en ze roken het super lekker, maar de receptie heeft ze aangestoken. En ze meuren nu echt. Oh, wierook. Het rook heel verfrissend. Maar nu ruikt het echt niet meer lekker. Ik hou van wierook, maar. Dit is echt niet oké. Je ziet al die rook hier ook. We gaan ze nu uitspoelen. Versuiten. Ja, maar die stokjes zelf roken echt super lekker. Dus ik heb spijt dat we ze hebben laten aansteken eigenlijk. Oeh, deze lacht. Niet voor ons. Nee, maar de stokjes zelf ruiken echt lekker. Ja, nu ruikt hij weer verfrissend. Hier ruikt hij verfrissend. Oh ja, nou we leggen ze zo neer. Dan denk ik dat het best oké is. Het eten was trouwens wel echt heel erg lekker. Je hebt het kunnen zien, ik weet niet meer hoe het heet. Ik weet alleen nog dat het hoofdgerecht jerk chicken was. Hoe heette het dan? Langos. Langos, dat was dat rondje met die tzatziki erop en rode ui. En dan had je veggie pastel. Oh ja, veggie pastel. En dat waren dus gewoon een soort van pasteitjes met tomaatachtige vulling. Het was heel erg lekker. Het heette dus Casa Vintage en het zit aan de westkust van Gili.
En ja, heel schattig teentje. Hele lieve meneer. Hij sprak ook nog eventjes met ons toen ik kwam afrekenen. En toen gaf hij ons dus dat cadeautje van die staafjes. Echt super lief. En het rook heel erg lekker. Jawel, het rook lekker. Maar we hadden het niet moeten aansteken. Nee. Want nu was het niet meer lekker. Maar ja, wel super lief. En we hebben echt heerlijk gegeten. Dus zeker een aanrader. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En zoals je misschien dan hoort, heb ik een dagje overgeslagen. Gisteren heb ik helemaal niet gevlogd, omdat Danny was een beetje ziekjes. En ik had een beetje darmprobleempjes, dus we hebben niet mega veel gedaan. We hebben eigenlijk gewoon in de ochtend en beginmiddag uitgerust. En in de middag heb ik gewerkt in een cafeetje samen met Dan. Dus ja, het was niet heel spannend. Maar vandaag gaan we het gewoon weer oppakken. Dan voelt zich nog steeds een beetje meh. En vanmorgen had ik nog steeds darmproblemen, maar laten we hopen dat het vandaag beter gaat. En we zijn nu onderweg naar het ontbijt, dus we gaan lekker ontbijten. We beginnen lekker met een bakje watermeloen. Ik zag maïskoekjes liggen of groentekoekjes, geen idee. Zag er lekker uit. Een beetje kroephoek en daarna even cornflakes. En dan komen er zo nog twee lekkere wafeltjes aan. En daar zijn de wafeltjes. Lekker met honing en een beetje suiker en kaneel. Nou, Dan blijft nog eventjes op de kamer liggen en ik ga nu even verkassen naar het zwembad. Want anders wordt er natuurlijk nooit aan deze tent gewerkt. En als het goed is schijnt de zon nu bij het zwembad, dus ik ga even lekker liggen. Nou, ik ben helemaal bezweet. We stonden net binnen in de rij bij Kaju Café, waar we... Hebben we daar gisteren gegeten? Ja. Gisteren hebben we daar ook al gegeten, maar toen had ik natuurlijk niet gefilmd. En dan zitten we nu weer. Alleen gisteren zaten we boven en nu zitten we lekker voor op het strand. Met een heerlijk uitzicht, ik weet niet of je het kan zien, op het mooie blauwe water. Met de voeten in het zand gaan we lekker lunchen. En ik zie dat mijn camera leeg is, dus ik hoop dat ik het zo nog kan filmen. En dan gaan we daarna gewoon weer lekker terug naar het hotel. Ik ben gegaan voor een veggie panini met rode pesto en allemaal groentes en mozzarella. En Dan heeft een heerlijke strawberry smoothie bowl. Ziet er lekker uit. Heel smakelijk. Het is een werelds wonder, maar wij gaan naar de sportschool. Dan voelt zich inmiddels iets beter, toch Dan? Ja, maar ietsjes beter. Nog niet top. Nee, maar we gaan het gewoon proberen. Dus ze hebben hier best wel een chille sportschool. En ik wilde eigenlijk heel graag sporten. En Dan ook. Maar het is er gewoon nog niet van gekomen. Omdat Dan zich natuurlijk niet zo lekker voelde. Maar we gaan nu toch een gokje wagen. En daarna gaan we weer eten bij onze heerlijke Warung. Want die zit er echt heel dichtbij. Dus ja, we gaan naar de sportschool. Special and you're reckless. MB, you're my bestest friend. Yes, you're my bestie. My love for you is endless. Nobody else can end it. And when I get the money back, then baby girl, you can spend it. And everything is alright. I like how you're doing alright, alright. Like how you think alright. Always on top of yeah, oh yeah. Like how you do it alright. Everything. Het was mijn workout wel. Ik ben nog steeds echt zo rood als een tomaat. Maar we zitten weer heerlijk bij de Warung. En we hebben weer een heerlijk maaltje met rendang, tempeh, ei, maïskoekje, rijst, kroephoek. Echt helemaal lekker. Wij zijn weer terug in de kamer. We hebben echt weer heerlijk gegeten bij de Warung. En toen zijn we terug naar ons hotel gefietst. En toen bleek dat Danny zijn slot onderweg verloren was. Dus die jongen moest nog even een stukje terug fietsen. Maar hij heeft hem gevonden. Het is best wel donker op het laatste stuk. Dus ja, als je dan iets kwijtraakt, dan is dat best wel kut. Maar goed, hij heeft hem gevonden en we zijn terug op de kamer. Ik ga nu lekker douchen, want ik ben helemaal bezweet en zo. En dan ga ik me klaarmaken voor bed. En ik ga nog heel eventjes werken. Dus lekker rustig avondje. Morning, wij zitten op de boot en we gaan op snorkeltour. We zouden het eigenlijk gisteren doen, maar toen was daar nog niet helemaal fit. En nu gaat het beter met de jongen. Dus we gaan lekker snorkelen en op zoek naar schildpadden. En hier hebben we een soort van glazen onderkant, dus we kunnen al alles zien wat er onder ons zit. In de camera komt het niet zo goed over, maar je ziet het echt wel heel duidelijk. Nou, we hebben de eerste snorkelspot gehad en hier hebben we een soort van scheepsbrak gezien en deze keer zagen we het wel echt.
vorige keer bij Amet was het niet echt zichtbaar, maar het is hier super helder. Dus dat was heel fijn. En daarna hebben we ook nog heel veel leuke vissen gezien. We hebben met de GoPro gefilmd, maar ik weet niet of die beelden echt mooi zijn, want we hebben gewoon een oude GoPro. Dus als ze mooi zijn, dan ga je ze nu zien. En anders niet. We zijn aangekomen op Gili Meno, dat is het eilandje naast Trawangan waar wij zitten. En hier hebben we een kwartiertje om eventjes rond te lopen en eventjes te chillen. En er is hier een natural lake, dus we zijn nu onderweg daarheen. Nou, daar zijn we dan. Het is wel echt heel groot. Laatste stop. We hebben 3 stops gehad met snorkelen en we hebben net 2 prachtige schildpadden kunnen zien. Dus ik ben gelukkig. En we wisten eigenlijk niet dat we op Gili Air zouden stoppen, maar een leuke bijkomstigheid. We hadden hier een uur om te gaan lunchen. Het is nu 2:30, dus perfecte lunchtijd ook. En we zitten bij Barefoot Blondie. En die had ik al gezien bij de Instagram van We Like Bali toen zij op Gili Air waren. En ja, nu we hier toch kwamen, dacht ik, laten we hier dan maar gaan eten. Dus we hebben heerlijke dingetjes besteld. We hebben sowieso al een lekkere smoothie. En dan komt zometeen het eten eraan. Ze gebruiken hier trouwens heel vaak in tentjes van die reusable straws. En ik ben helemaal voor, want dit is 10 keer chiller dan karton. En ja, het is beter voor het milieu. Een heerlijke bagel met kip en bacon en tomaat en een sweet chili mayo. En een panini met kip, mozzarella. Tomaat, zoiets. Pesto. Pesto, helemaal lekker. Nou, Den had nog een beetje honger. Dus we hebben deze heerlijke cinnamon roll besteld. Hij is echt mega. En ik ga ook zeker een hapje proeven, want hij ziet er geweldig uit. Weer helemaal fresh uit de douche. Lekker mijn haren weer geborsteld. Het ging deze keer beter dan de vorige keer. Maar er zat toch nog wel 1 of 2 tisjes in. Maar goed, met 10 minuutjes waren die eruit. Lekker overbelicht ook. Jeetje. En we gaan nu eventjes met de drone vliegen, want ik denk het is wel leuk om even van boven het eiland te bekijken. En als de beelden mooi zijn geworden, gaan jullie ze nu zien. Avondmaaltje op de Gili, natuurlijk bij de Warung. Den is al lekker begonnen. Lekker, hè? Nee, snap ik. Het is zo, zo lekker. Als je op de Gili bent, ga echt naar Warung Dewi, want het is amazing. Goedemorgen, het is vandaag zondag en wij zijn terug aan het lopen van waar we de fiets hadden gehuurd naar ons hotel. Het is, hoe laat? Ik kan niet zien. Het is
Half negen. We zijn om 8 uur weggegaan om de fiets weg te brengen. Het is ongeveer 10 minuutjes fietsen. En nu zijn we lekker terug aan het lopen naar het hotel. En dan gaan we spullen pakken. Ik heb het grootste deel gisteravond al gedaan. En Dan heeft volgens mij ook niet zo heel veel in te pakken. Ik maak er altijd meer een zootje van. En dan moeten we nog even ontbijten. En dan gaan we richting de haven om te varen naar Lombok. Want wij gaan naar Kuta op Lombok. Het is wel echt best wel warm voor de tijd in de ochtend. Maar we lopen ook vol in de zon, dus dat is ook niet zo gek. We werden vanmorgen wakker geschreeuwd door kinderen in het zwembad. Echt om 7 uur al. Dus dat was niet echt heel top. Maar verder hebben wij wel echt een top verblijf gehad in ons hotel. Het heet Royal Regantris. Oh. Ik vergeet het steeds, vraagt elke keer aan Dan. Maar ja, echt, het is een super nieuw hotel. Alles was schoon. Het personeel maakt het je helemaal naar wens. Dus aanraders op Gili verblijft. Het is aan de rustige kant van het eiland. Dus als je niet midden in het partygedrang wil zitten, dan zit je goed bij Royal Regantris. Nou, we staan te wachten op de slowboat. Lekker gezellig tussen alle locals met al onze spullen. En we hebben net een hele grote zak kroephoek gekocht voor 20k. Dus dat is 1,20 euro of zo. Ik had zin in kroephoek voor straks, maar ja, dit was het formaat. Dus dit wordt hem. En hier vandaan gaan alle boten en we gaan met zo'n local slowboat. En ja, we staan nu te wachten tot ons ticket wordt opgeroepen. Nou, we zijn aangekomen in Lombok, in Kuta om precies te zijn. En deze kamer, ik wil jullie niet onthouden in deze vlog. Ik ga deze vlog wel hierna afsluiten. Maar ik wil jullie echt nog even deze kamer laten zien, want het is echt amazing. Als je binnenkomt, zie je gelijk dit geweldig grote bed. En dan aan deze kant een bureau met allemaal drinken en dat soort dingen. En hier heb je uitzicht op het zwembad. Dat zie je hier. Dit ziet er trouwens ook echt heel leuk uit. En dan als we aan de linkerkant hebben we hier een hele grote tv. Een soort van bankje waar we spulletjes op kunnen leggen. En dan zit hier achter de badkamer. En hier hebben we nog een spiegel. Een hele grote mooie spiegel. Een soort van ja, kast, rek waar je kleding in kan hangen. En dan de badkamer. Nou, dit is me toch een partijtje mooi. Een stortdouche. Ja, hieronder een ja, vloer waar je op kan staan. Dit is echt prachtig. En dan aan deze kant hebben we de wc. En de wastafel met de spiegel. Het is een soort van gedeeltelijk buiten. Hier zie je een soort van opening. Maar je staat nog steeds overdekt. Je snapt het, deze kamer is echt prachtig. Ik denk oprecht dat dit de mooiste kamer is die we tot nu toe hebben gehad. En ik weet eigenlijk niet wat we per nacht hiervoor betalen. Maar het zal rond de 34 euro zijn of zo? Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik weet het eigenlijk ook niet zo goed, want we betalen in deze currency. Dus dan is het af en toe een beetje lastig om rekenen. Maar ik denk dat het tussen de 33 en 36 euro per nacht zal zijn. En het is echt prachtig. Dus dat wilde ik nog even laten zien. En dan ga ik bij deze ook de vlog afsluiten, want anders heb ik weer veel te veel beelden. En moet ik hem weer midden in de beelden afkappen en dat is ook niet leuk. Dus ik ga gewoon lekker de Gili vlog laten. En deze ga ik weer in een nieuwe vlog zetten. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij de volgende Kuta Lombok vlog. Doei doei!